Goedemorgen, we zijn bij het Jos, je bent pret praatloket Inside. Want Bart staat voor mijn neus, met mondkapje, keurig Bart, handen gedesinfecteerd. Hè? Ja, ja. En jij hebt wat meegenomen. Ja, we hebben een mooie vleermuiskast. Deze wordt in het kader van de duurzaamheid, ja. Wordt die opgehangen, opgehangen voor de processierups. Ja. Die willen we weer in Nederland gaan bestrijden. Ja. Want die haren zijn niet zo... Nee, die zijn een beetje heel geïrriteerd van worden. En dat zijn mensen heel veel jeuk van. Precies. Jeuk, ja. Geïrriteerd worden. Precies. En daar willen wij liefst zoveel mogelijk... Ja, dat doen jullie... We noemen het vanaf. Zo is het, ja, want jullie hebben een heel mooi filmpje gemaakt over de duurzaamheid en al die vogels. Chris Bruin heeft het gedaan, ja. Ja, maar goed, jij hebt er hard aan meegewerkt. Ja. Dat gaat inderdaad. Ik heb de afgelopen tijd echt heel veel deurtjes op kasten gezet. Dan moet je echt. Ik had echt geen deur. Nee, maar jullie hangen inderdaad hier heel veel vogelnestkasten op en vleermuiskasten. En toen was ik pas bij jullie vanwege de koffertjes. Mm. En toen zei ik, gaaf, zo'n vleermuiskast, die wil ik eigenlijk wel bestellen. En dat kan bij jullie, dus die heb ik net van jou gekocht. Ja. Dus die ga ik thuis ophangen. Ja, mijn man en kind zijn er niet blij mee. Die zeggen, die enge beest. Ik zeg, Dik zei dat dit het beste was. Ja, nou joh. Helemaal niet. Ze moeten niet zeuren thuis bij mij. Ik ga hem lekker ophangen bij ons achter bij de schuur. Want die vleermuizen, die kruipen dan daarin, hè, in die kast. Ja, dus deze... Ja, deze, en dat zijn deze, die gaatjes. Dit standje hier moeten we zelf indraaien. Ja, precies. En daar komen dan de veer... Je kunt dan de vleermuizen zo inklimmen en dan kunnen ze zo hoep erin. Maar ik begreep van jou de vorige keer dat ze nu winterslaap hebben, hè, die vleermuizen. Ja, ze hebben nu een soort van winterslaap. Okay, dus het zal nu niet zo heel veel gebeuren. Dus nee, ik denk als het weer... Ja, hoe moet ik zeggen, weer... mooie wereld. Ja, als het voorjaar wordt... Oh, je kapje. Als het voorjaar wordt, dan ga ik hem ophangen, want dan kunnen ze erin, want het heeft nou geen nut, want ze slapen allemaal. Slapen allemaal. Ze hebben nou eigenlijk gelijk ook in deze coronatijd als ze slapen, toch? Ja. Ja. Hey, Bart Topman, hartstikke bedankt. Ja. En ik ga hem ophangen thuis van het voorjaar. Ja. En als mensen wat willen weten, kunnen ze bij de houtgroep terecht, of via de webshop, toch? Via de webshop, ja. Hartstikke Ik ben ook voorjaar de webshop, ja. Heel goed, ja. Ipse de Brug is goed bezig daarmee. Ja. Hey, dankjewel jongen en succes vandaag, hè? Ja. Joe. Ja, centjes mee voor de vleermuiskast. Dat zit erin. Die moet ik meenemen? Ja, die moet je meenemen. Dat is geld. Heb je ook geen bonnetje of zo? Nee hoor, nee, want het is privé uitgave voor mij. Joh. Dus ik krijg het geld toch niet terug van mijn man, denk ik. Nee, dat weet ik niet. Hij zal zeggen, die vleermuiskast betaal je zelf maar. Hey, dankjewel jongen en tot gauw weer, hè? Ja. Joe, hoi hoi. Kom maar een keertje kijken, ben je bij ons op de groep? Zeker weten. Ja. Doeg! Doei!